Ja, goedemorgen allemaal. Ik ben Hanna van de Wielen. Ik werk voor Waterloo en ik ben verantwoordelijk voor alle waterhergebruikprojecten in de Benelux, met op dit moment een grote focus op Vlaanderen en bedrijven in Vlaanderen aansporen en doen inzien dat ze aan waterhergebruik kunnen starten en dat dat voor elk bedrijf eigenlijk heel interessant is tegenwoordig. Ja, ik denk misschien om te starten dat het eerste voordeel is een economisch voordeel. Dus we zien dat vandaag de dag eigenlijk elk bedrijf kan een business case maken rond hergebruik. Heel veel bedrijven vandaag hebben een lineair watergebruikmodel, waarbij ze nog steeds een waterbron gaan innemen, vaak stadswater. Het afvalwater dat ze produceren gaan lozen. En zowel voor de inname betalen ze een kost, als voor het lozen betalen ze eigenlijk een kost vandaag. Een typisch bedrijf dat 1000 kuub per dag aan water produceert, zit al aan 6000 euro per jaar aan stadswaterkost. En dat ga je eigenlijk alleen nog maar omhoog gaan de volgende jaren. En anderzijds moet je dan ook nog eens al dat afvalwater, die afvalwaterheffingskost gaan betalen. Dus dat is eigenlijk niet zo'n interessant model. Dus het is eigenlijk veel interessanter om over te gaan naar een lineair watergebruikmodel, waarbij je je afvalwater zelf gaat hergebruiken. De meeste bedrijven vandaag waarmee we werken, gebruiken dat voor proceswater, dus voor koeling, voor condensers, pasteur, al die zaken. En op die manier moet je zowel je afvalwaterheffingskost wordt veel lager als eigenlijk je stadswaterinnamekost. Dus het is eigenlijk economisch eigenlijk al heel interessant om dat te gaan doen. Sommige bedrijven hebben ook putwater bijvoorbeeld nog vandaag de dag, maar ook dat is niet meer zo vanzelfsprekend om heel veel putwater te gaan oppompen. Daar zitten limieten op. Dus ook daar is het eigenlijk veel interessanter als je zelf afvalwater dat je toch ter beschikking hebt kunt gaan hergebruiken, zodat je een continue bron hebt aan water. Dus ik denk dat dat economisch al een heel interessante is. Natuurlijk ook ecologisch, minder druk op de grondwaterlagen. Hergebruik is sowieso van een duurzaamheidsstandpunt heel interessant. Maar ik denk dat het interessant is dat het enerzijds economisch een voordeel is en dan ook ecologisch mooi meegenomen is. En een andere heel belangrijke is denk ik de kwaliteit. Dus als je hergebruik gaat doen, dat is meestal via een ultrafiltratie en een omgekeerde osmose, produceer je eigenlijk zacht water. En dat is eigenlijk ideaal voor bijvoorbeeld koeling, voor boilers. Terwijl als je stadswater binnenneemt, heb je heel hard water dat je nog eens moet gaan ontharden. Daar heb je ontharders voor nodig. Die ontharders zorgen voor meer chlorides in het water. Dus door eigenlijk zelf te gaan hergebruiken en eigenlijk zachter water te gaan maken, ga je eigenlijk zachter afvalwater krijgen en ga je minder moeten gaan ontharden en minder chlorides in je water nemen. Dus dat is, de kwaliteit is daar denk ik ook een heel belangrijke. Ja. Ik denk een interessant voorbeeld waar centraal mogelijk interessant zou kunnen zijn, zijn eigenlijk de concentraatstromen die ontstaan bij waterhergebruik. Dus stel rond een industrieterrein begint elk bedrijf opeens aan waterhergebruik te doen. Je krijgt een hoge recovery, je wilt zoveel mogelijk recupereren, maar je krijgt dus ook heel opgeconcentreerde concentraatstromen, die op dit moment vaak nog geloosd worden op de riool of op oppervlaktewater. Het gaat over allemaal kleine stromingen. Maar natuurlijk, als al die bedrijven samen in een industriepark dat concentraat gaan lozen, krijgen we de verzouting van ons zoetwater natuurlijk. En is eigenlijk de volgende stap om echt naar zero liquid discharge te gaan, om die concentraatstromen ook nog eens verder te gaan valoriseren. Maar die kost daarvoor vandaag de dag als bedrijf, dat gebeurt via evaporatie, kost heel veel energie, is eigenlijk helemaal nog niet interessant. Dus als bedrijf ga je dan nooit die volgende stap gaan zetten. Maar het kan misschien mogelijk wel interessant zijn om eigenlijk binnen zo'n industrieterrein centraal eigenlijk al die concentraatstromen te verzamelen en op één groot punt verder te gaan evaporeren en zo meer een samenwerking te hebben voor die concentraatstromen. Dus op dat opzicht lijkt centraal mij dan wel interessant. Een andere case, regenwater gaan opvangen bijvoorbeeld en via een zandfilter en UV gaan hergebruiken, is weer iets wat decentraal een veel betere optie lijkt. Dus ik denk dat het echt case per case bekeken moet worden. Maar beiden hebben hun doel op zich. Ja, misschien om daar gewoon nog even op in te pikken. Ik denk een heel interessant samenwerkingsmodel is ook een bedrijf A dat vandaag de dag eigenlijk meer hergebruikwater heeft geproduceerd dan zelf nodig heeft, kan dit gaan verkopen aan een bedrijf B dat anders stadswater zou aankopen. En dat is eigenlijk een heel interessant win-win model dat meer en meer begint uitgewerkt te worden en waar de regelgeving in Vlaanderen eigenlijk
een beetje pionier in is en daar echt begint op aangepast te worden. En zoals Veerle al zegt, niet alleen water, maar ook dan die warmtestromen die dan op die manier uit dat water kunnen hergebruikt worden. Een stapje verder is nog een model waarbij je water zelfs terug op het net zou gaan zetten. In theorie ook al mogelijk, maar de regelgeving daarbij staat, moet nog verder aan aangepast worden. Maar ik denk dat de Vlaamse Blue Deal wel echt een perfect voorbeeld is hoe dat Vlaanderen echt wel door samenwerking een beetje pionier aan het worden is. En hoe dat wij, ik zie bij heel veel klanten die eigenlijk echt wel aangespoord worden om aan hergebruik te gaan doen, door onder andere bepaalde subsidies van Vlaio, door aanpassingen in lozingsvergunningen, door de VMM. Dus eigenlijk al die samenwerkingen zorgen er wel voor dat we in Vlaanderen, als ik dan bekijk naar het buitenland, dat we daar toch wel al een aantal heel mooie projecten hebben en daar toch wel qua hergebruik pionier in zijn. Dus ik denk dat we dat zeker zo moeten verder zetten. Prima. Meneer De Poortra? Ja, ik wou nog even ingaan op wat Jurgen zich net afvroeg. Dus het is sowieso puur in theorie dat het mogelijk zou zijn om water op het net te gaan zetten. Maar het is eerder een mindsetverandering. Dus in theorie, waterkwaliteit zou het perfect gaan. Ik denk dat Colruyt daar een heel goed voorbeeld van is, die nu eigenlijk als eerste daar pionier in is geworden om in België zijn sanitair afvalwater echt te gaan hergebruiken tot drinkwater, waar 6000 mensen intern van Colruyt echt van drinken. Dus tot nu toe werd het vooral gebruikt als proceswater. Maar zij gaan nu echt, Jeff Colruyt heeft gezegd, ik ga een stap verder en ik wil daar eigenlijk een mindsetverandering in brengen. Dus ik denk dat dat wel aantoont dat na zo'n UFRO-technologie, het is gewoon drinkwaterkwaliteit met de voldoende juiste desinfectie, wat er ook gebeurt bij klassieke zuivering. Dus het kan perfect ingezet worden als drinkwater. En ik hoop dat doordat Colruyt daarmee start, dat andere bedrijven ook meer en meer daarin gaan volgen en te gaan kijken van hoe kunnen we het niet alleen inzetten voor te sippen of voor te koelen, maar hoe kunnen we toch ook misschien eens gaan kijken om dat water te gebruiken voor meer in contact te komen met ons product of om zelfs van te drinken. Dus ik denk wel echt dat dat de volgende jaren verder gaat, die mindset verder gaat veranderen en dat mensen gaan beseffen dat het eigenlijk voor veel meer kan gebruikt worden dan we vandaag de dag doen. Maar natuurlijk, daar gaat de regelgeving, gaat daar natuurlijk altijd de factor in zijn die beslist wanneer. Ja, misschien verder in te pikken op Frank. Het zijn ook vaak die grootverbruikers die de first movers zijn en die eigenlijk gaan starten met hergebruik en die kleinere bedrijven gaan aansporen om daar ook mee te starten. Net omdat het bij hen niet alleen ecologisch, maar dus ook weer economisch heel interessant wordt en voor veel saving gaat zorgen. Dus ik heb een aantal klanten die zoveel jaar geleden al eens de oefening hebben gemaakt om aan hergebruik te gaan doen, maar dan toch door bepaalde risico's of omdat het niet hoog genoeg op de duurzaamheidsagenda stond, het niet hebben gedaan. En die nu terugkomen, nu dat ze zien dat een AB InBev, een Danone, een Colruyt gestart zijn, die nu terugkomen en geïnspireerd zijn, om het zo te zeggen, en beseffen, misschien moeten wij ook een KPI voor hectoliter water per hectoliter product gaan introduceren. Dus het zijn wel die grootverbruikers die eigenlijk al veel langer water als KPI in hun strategie hebben. En die dus ook wel ervoor zorgen dat die nieuwe innovaties en die nieuwe technologieën ook kan bij kleinere bedrijven toegepast gaan worden. Ja, ik denk heel belangrijk natuurlijk. Ik denk, zoals ik al aanhaalde, dat een bedrijf als Colruyt dat nu echt publiek maakt dat ze van sanitair afvalwater drinkbaar water maken waar ze echt van gaan drinken, dat dat echt een heel belangrijke rol is dat zo'n bedrijven er zijn om de mindset te gaan veranderen. Maar ook echt meer als individu denk ik dat we vandaag stadswaterkwaliteit vaak nog gebruiken voor te veel zaken, voor kuisen, voor bepaalde processen waar het echt niet nodig is. En dat het dus echt gewoon heel belangrijk is dat eigenlijk bedrijf zijn waterverbruikers gaat mappen en echt gaat definiëren welke kwaliteit nodig is voor wat. En dat er veel beter kan ingezet worden op bijvoorbeeld ook weer in Colruyt die regenwater via een zandfilter gewoon gebruikt voor koeling en die enkel verder gaat opwaarderen tot drinkbaar water om dan van te gaan drinken. En dat er daar gewoon veel meer nog mogelijk is. Als je weet dat er maar 2,5% van het afvalwater vandaag wordt hergebruikt, is er denk ik daar nog heel veel potentieel met de nieuwe technologieën om bepaalde stromen meer te gaan behandelen en andere stromen misschien zelfs wat minder goede kwaliteit voor bepaalde verbruikers te gaan inzetten. Ja.
Ja, ik denk, conclusie, ik denk dat het vandaag de dag niet normaal is wat we allemaal doen met stadswater. En dat we echt veel kritischer en creatiever moeten gaan kijken welke kwaliteit welke verbruiker nodig heeft. Ik denk dat er ook jaar is voor elke, tegenwoordig voor elk bedrijf, een business case rond water te maken. Dus waterhergebruik tot proceswater is eigenlijk voor elk bedrijf iets waar zeker naar gekeken moet worden. En dan eventueel het al dan niet verder opwaarderen tot echt drinkwater waar dan echt van gedronken kan worden. En ik hoop echt dat ja, bedrijven zoals Colruyt echt een pionier kunnen zijn in andere bedrijven aansporen om echt met dat water, dat hergebruikwater, meer te gaan doen dan enkel als proceswater te gaan gebruiken. En dat er daar eigenlijk nog heel veel potentieel is met ja, de huidige technologie die we hebben vandaag.